Sinds enkele dagen hangt het zelfgemaakte wijksieraad Klarendal boven de straten van het modekwartier. Het heeft een jaar geduurd, maar sinds eind november hangt het er. Het wijksieraad in Klarendal. Vrijdagavond wordt het officieel onthuld en wij spraken met Helene van der Meer, een van de initiatiefnemers. Het wijksieraad is ontstaan doordat Volkshuisvesting Arnhem de piramideprijs heeft ontvangen. Voor stadsontwikkeling. Een deel van het bedrag hebben ze aan ons gegeven, 10.000 euro. En daar hebben wij uiteindelijk dit sieraad voor kunnen maken. En hoe is het sieraad gemaakt? Het sieraad is gemaakt van touw. Het is macramé-werk. En daar hebben 50 vrijwilligers aan gewerkt, een jaar lang. Samen met Marcel Smink, die het ontwerp heeft gemaakt. En het is eigenlijk ook een soort sociaal project. Daar hebben mensen uit de wijk aan meegewerkt, vrijwilligers en ook ontwerpers zelf. Dus van het modekwartier. Ja, dat is best wel een lang proces. Ja, maar ja, het is ook handwerk. Het zijn 75 ringen. En er gaat echt wel een paar uur werk in zitten per ring. Dus, en ja. Hebben jullie vaker van zulke grote projecten gehad? Nee, nog niet. We willen dat wel vaker doen, want het is gewoon een groot succes om samen te werken met Klarendallers en ontwerpers uit het modekwartier. En wat gaat er vanavond gebeuren? Vanavond gaan we de vrijwilligers, 50 stuks, gaan we bedanken namens de ondernemers. We hopen ook dat alle ondernemers komen. Berry Kessels van Volkshuisvesting die zal daarbij aanwezig zijn. En ja, eigenlijk willen we de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Dus we gaan ze ook allemaal cadeaus aanbieden. En zijn jullie en de vrijwilligers tevreden met het resultaat? Ja, ik vind het prachtig. En gelukkig ook de bewoners uit de wijk zijn er heel blij mee. Ja, want het blijft het hele jaar hangen. Alleen tijdens de kerst gaat het licht aan, zeg maar. Dus jullie krijgen veel positieve feedback? Ja. Ja, iedereen is blij. We hebben het op Facebook gezien dat ontwerpers en bewoners er heel blij mee zijn. En wat verwachten jullie van de onthulling vanavond? Ik denk dat het een heel leuk feestje gaat worden.